De Assenaren staan met 2 punten onderaan. De gasten boekten slechts 1 zege meer. En wil Sudoza de strijd om de onderste 2 degradatieplaatsen nog ontlopen, dan was een zege bittere noodzaak. Björn Spoelstra doet verslag. Sudoza had wat goed te maken na de dramatische nederlaag vorige week tegen mededegradatiekandidaat Focasa. Er werd vanaf het begin af aan heel enthousiast gespeeld. En hier is het Gianluca Sanferrari die via een zachte aanval scoort. Gianluca Sanferrari, tijdlang buiten beeld geweest vanwege rugklachten. Maar nu weer terug en dat heeft mede te maken met een andere baan die hij gaat krijgen. Hier dan Richard Weijermans aan Expalvo-kant. Lange tijd ongrijpbaar voor de Sudoza-blokkering. En met name in die eerste 3 sets een fantastische speler. 14-13 is het hier. Terwijl Sudoza met 14-10 heeft voorgestaan. En dan is het Richard Weijermans die fantastisch vanaf de 3-meterlijn scoort. 14-14. En van de ruime voorsprong die Sudoza had, bleef weinig over. Richard Weijermans die dan weer mag gaan serveren. De bal wordt goed gepaasd, gaat naar de buitenkant en dan is het Viktor Artamonov, de Rus in Asserdienst, die scoort en de serve terughaalt. Maar hij is zelf niet tevreden, het gaat niet lekker. Hij heeft wat last van zijn enkel en dat was in het verdere verloop van de wedstrijd ook heel duidelijk te merken. Hij zat gewoon niet in de wedstrijd. Hier dan een aanval via het midden, de blokkering van Sudoza is niet goed en de bal terug naar Expalvo. Ja, en dan schommelt die wedstrijd een paar keer heen en weer. En hier is het Olaf Buiten die keihard in de eenmansblokkering slaat. En dat betekent 15-14 voor Expalvo. En dat is toch heel wat anders dan Sudoza een paar punten daarvoor nog gedacht had. Hier gaat die bal naar buiten. Zanferrari scoort niet. En dan krijgen we eindelijk weer eens een hele goede blokkering van Olaf Buiten en Dennis Scholten. Surf weer terug. Maar het was onzeker. De irritaties waren aan de Asserkant. En dan is het Olaf Buiten die hier wel goed serveert. Die bal gaat tegen het plafond. En dat betekent 15-15. In het centrum wordt er aangevallen. En dan is een uitstekende blokkering van Kars van Tarel. En Challing van der Zee probeert Olaf Buiten het uit te maken. Die bal die wordt dan door het midden gespeeld. Goed verdedigd aan de Sudoza kant. Ja, en dan krijg je hier de hilariteit. Sudoza denkt van, nou, via de blokkering uitgeslagen. Scherzegter denkt er heel anders over. Die zegt, nee, die bal is in het net geslagen. En het betekent ook, surf naar de andere kant. Boze Loek, Hagedoren, de coach van Sudoza. Maar Expalvo zit nog in de wedstrijd. En dan is het Challing van der Zee die de surf terughaalt. En dan is het maar even de vraag of de Assenaren het nu kunnen uitmaken. Kars van Tarel mag dat gaan proberen, de spelverdeler. Serveert. En dan komt die bal weer bij Richard Weijermans. De bal wordt heel goed verdedigd. En dan is het Martijn Michielsen die helaas voor de gasten de bal in het net slaat. 17-15 voor Sudoza. Ja, en dan denk je van, ze putten hier moed uit. In mentaal opzicht moet dat vooral voor Sudoza een enorme opsteker zijn. Maar verliezen de tweede en de derde set heel dik. De vierde wordt op het nippertje gewonnen. En dan is het hier in de vijfde en beslissende set de stand 12-5 in het voordeel van Expalvo. Challing van der Zee die hier de bal keihard in het blok slaat. 13-5 en dat is gewoon simpelweg een afgang. Sudoza, misverstanden waren er, onduidelijkheid, irritaties. Hier ook een bal die niet goed verwerkt kan worden. Expalvo doet dat wel, scoort heel simpel. 14-5 maar liefst. Enorme blijdschap bij Expalvo, duidelijk natuurlijk, want dit degradatieduel gaan ze gewoon winnen. Hier leveren ze nog wel een puntje in, omdat bij het rallypoint systeem elke fout een punt is. Maar het is uitstel van executie. Kars van Tarel, die bal dan pakt voor mogelijk de laatste serve. De overtuiging ontbreekt. Hij slaat die bal ook uit. 15-6 voor Expalvo voor deze vijfde set. Die Expalvo dus ook wint. Met 3-2. Een hele belangrijke zege. En natuurlijk een enorme teleurstelling bij de Assenaren. Maar de ploeg mist simpelweg een persoonlijkheid. Iemand die ze in technisch-tactisch opzicht gewoon begeleidt en hun als het nodig is ook een donder geeft. Marco Klok zou zo'n persoon kunnen zijn. Hij is in ieder geval weg uit Duitsland. En ik denk dat menig ploeg in de SNS League hem erbij wil hebben. En wij sluiten ons graag aan in het rijtje, denk ik.
Wat zou hij kunnen toevoegen aan jullie spel? Een extra man met veel ervaring. Die missen wij nu gewoon. Er zijn 7 mensen weggegaan vorig seizoen. Er zijn er nu 4 of 5 bijgekomen. Ja, en dat zijn op Victor Atamonov na, zijn het gewoon mensen zonder eredivisieervaring. En dat missen wij.